welkom terug. Dit is Dutch Dragon. We beginnen de aflevering zoals we hem eigenlijk een tijdje terug ook starten met ons leger hier in wat de voormalige Livonian Order was. Daar lijkt de opstand uit te breken. Het westen van Europa is inmiddels relatief rustig. Laten we hopen dat we het elders in Europa ook zo vol kunnen houden. Baird from State Careers has expired. Ik denk dat de influence van mijn burgers is gestegen. Net niet hoog genoeg, gelukkig. We kunnen nog wat diplopower van ze eisen. Op zich geen slecht idee, maar het enige waarmee we dat loyaltyverlies kunnen compenseren is land. En daarmee worden ze dan te machtig. Recruit minister, theologian. Kan leuk zijn, maar voorlopig zijn we nog lekker met inflation reduction bezig. Kunnen we ook kiezen voor een... die scheelt met 80 cent, dus het is zonde om die dan te vervangen. We zouden voor de taxbonus kunnen gaan. Dan kunnen we alles wel net iets beter betalen. Het punt is alleen dat... Ja, het is ook een beetje zonde, want juist die inflatie is natuurlijk een probleem. Goed. Wachten op de opstand. Hoe vreemd het ook klinkt. Claim op Holland is weg. En hij is nu naar Zweden gegaan. Dat komt mooi uit. Ik kan hier ook niet boos over zijn dat wij daar een claim op hadden. Want volgens mij is die, ja, definitief weg. Het is uit dat mijn ally wat probleempjes heeft. Daar kan ik hem denk ik wel mee helpen. Maar eerst eens even hier de zaak afwachten. Mitau en Golding is natuurlijk wel de vraag waar het komt. Ik ga dat even hier wachten. Als het hier komt, hebben we altijd nog een fort. Hebben we iets meer de tijd. Je zou zeggen dat het nu zo'n beetje gaat beginnen. Is dus nog niet het geval. Ik heb nog een beetje... Daar is hij. Op de goede plek. Mooi. Ik hoef ergens nog een beetje met Noordjeland bijvoorbeeld. Daar kan nog flink een hapje af. Hier, ja, kan ook. De vraag is in hoeverre we dat echt willen. It's not a core. Daar zijn we mee bezig. Sweating sickness spreads through Danzig. Flee the city. Spend cash of lose 100 diplopower. Het is allemaal niet heel goed. Hey, ik denk dat we trouwens hier een tekje omhoog kunnen. Nee, net niet. Oh, dit is vreemd. Waarom is het dan zo duur? Oh, natuurlijk. Die tech penalty. Misschien moet kolonialisme toch maar even embracen. Dat wordt allemaal wel heel duur nu. Hoe ver zijn we al daarmee? We zijn best een eind op weg. Het is nu vooral hier door aan het dringen. Hoe ver is die hier? Ah, hij is best wel ver. Ik laat hem dan nog even volmaken. Dit is goedkoper. Hier is ook bijna klaar. Zonde. Laten we dan maar die 100 diplo uitgeven. Oké, die slag is gewonnen. Recall the guy from Bohemia. Hier kan ook wat improved relations bij. Ja, we zijn we bezig. In ieder geval in de plus. Dat is gunstig. Not the same religious group is natuurlijk een probleem. In hoeverre gaan we hier nu de oorlog verklaren? Ja, zolang Austria niet meedoet, waarom doet hij eigenlijk niet mee? Ja, we missen die favor. Hoeveel favor hebben we dan? We zijn toch al een tijdje vrienden. 0. Ja, natuurlijk wel even het goede land. 9. Oké, mooi. Every 3 years krijgen we een favor, dus we zitten er wel tegenaan. Dat is mooi. Taken a loan. Oh, damn, ik dacht niet dat ik mijn financiën onder controle had. Hij heeft natuurlijk weer wat nieuwe units moeten pakken. Dat zal het ongetwijfeld zijn. Terug naar hier. Zo. 1, 2, 3, 4. 5, 6. 7, 8. 9. Select. Board. En dan dus naar daar. Improve relations. Want van hem kunnen we misschien wel ooit een vazal maken. Hij zit er niet echt op te wachten. Waarschijnlijk vooral omdat de relatie nog niet goed genoeg is. Even vragen of we überhaupt door mogen. Ik
Nee, maar dat wel mag. Maar ja, you never know. Nee, deze ja. Voor jou even terug. Ask for military access. Confirm. En dan gaan we dat even voor je oplossen. Maak ons zelf waarschijnlijk ook lekker populair mee. Even kijken, we zitten nu op plus 48. Vanuitgaande dat we dit winnen, is nog niet gezegd. Min 1 penalty. Ja, dat gaat ook. Oké, mooi. Hop. Is dat al beter? Nee, nog niet. Het zal niet heel lang duren. Het is ook goed om dit een beetje gesplitst te laten, bedenk ik me nu. Oké. Ja, kijk. 20 punten erbij. Thank you. Liberated our province. Iceland Separatist. Hoeveel worden dat er? Als ze komen. 8k. Oké. Good to know. Better relations. Ook geen verkeerde. Chuck. We moeten richting Reykjavik. Ja, het is niet dat ik hier nu alles vanaf laat hangen. Maar ja, zolang we hem hebben, wil ik hem ook houden. Ondertussen met kolonialisme. Ik denk zodra die binnen is, kunnen we een paar tekjes omhoog. En nu kan het bijna. Maar we mogen hoeveel opslaan? 1374. Ja, dan kunnen we beter even wachten. Misschien daar kan ik wel gelijk anderhalve tek doen in dezelfde tijd. ...240 nog. Oké. Okay. Jullie zijn bijna klaar. Present. En 1540 is het hier klaar. Ja, volgens mij kunnen we het makkelijk afwachten. Oké. Make in the state. En core. Perfect. Levert het nu ook wat op. Ja, 0,6. Niet veel. Helemaal niet veel zelfs. Maar goed, het is iets. Ottoman has agreed to share their maps. Oh, hij gaat zelfs een beetje samenwerken met Litouwen. Daar zit ik helemaal niet op te wachten. Die twee moeten echt de rivalen worden. Wow, Hongarije heeft het lastig. Ja, dit lijkt toch bijna wel het moment om gewoon toe te slaan. Brandenburg komt hem niet helpen. Litouwen wel. Bij mij komt alleen maar Bohemia meedoen. Oh, wat is dit verleidelijk om te doen. Dat is trouwens ook apart. Austria controls the church. Wow, dan heeft hij twee ambten in handen. Maakt hem wel heel sterk. Even kijken, hij heeft nog te weinig favor dus. Holstein. En Sweden, fighting another war, is min 1000. Dat is ook het enige probleem. Dus als we met die andere oorlog halen, dan heeft hij wel zin om mee te doen. Dat is mooi. Ziet er gunstig uit dan. Deze even actief houden. You can embrace an institution. We hebben er nu genoeg geld voor. Oké. Okay. Dan moet je het hier nog gaan doen. Het gaat dan wel weer heel lang duren. Hoewel, die is ook bijna klaar. 41. Ja, ik zit toch nog niet in mijn cap hier, dus dan een tijdje zonder. Als er een oorlog uitbreekt, kunnen we het altijd nog doen. Mijn idee. Zolang wij het niet hebben, kan hij het natuurlijk ook niet overnemen. Lithuania heeft hem geclaimd. Kijk, land maintenance modifier. Dat lijkt er meer op. Dat is wat ik moet hebben. Maakt alles net even wat goedkoper. Dus die verdient zichzelf gewoon prima terug. Mooi. The Council of the Boy. His Holiness the Pope has tagged the Commission of Cardinals with addressing the challenges posed by Protestantism. Oké. Okay. Ik denk dat er dus een contra-reformatie op gang is. Die kunnen we embracen. Betekent dat we twee missionarissen krijgen. Technologiekost gaat omhoog. Papal influence gaat ook omhoog. Ideakost gaat ook omhoog. De relatie met Austria gaat naar plus 75. Maar ja, die is al supergoed. Dus ja. Ik heb eigenlijk geen last van verkeerd gelovigen in mijn rijk, dus waarom daar zoveel aan spenderen? Zo. Zweedse leger is trouwens enorm aan het opbouwen. Battering in bartering increase. Autonomie omhoog. Lose to inflation. Yes, please. Simpele keuze. Hajjus heeft zijn interne crisis opgelost. Nieuwe lening. Inquisitor for missionary strength. Allemaal niet zo heel belangrijk. Ik ga deze opstand wat sneller triggeren. Blijft het wel onrustig hier, maar dat is dan maar even zo. Oké. Okay. Die ligt daar goed.
Deze is als het goed is nog steeds een trader. Hij ligt steeds stil, maar ik neem aan dat hij gewoon doet wat hij moet doen. Oké. Okay. Ja, ik ga hier ook al te veel geld aan besteden. Nog een nieuwe lening. So be it. Production efficiency, ook leuk, maar niet waar ik op zoek ben. Hoeveel kunnen we hier nog uitbreiden? Nee, Austria gaat meteen mee. Zweden doet hier ook nog niet mee. We hebben een flinke lening lopen trouwens. Bohemia. Nee, ik krijg ook Litouwen bij. Ik heb Polen niet bij, maar goed dan nog. Johan died. Oké. Wie krijgen we daarvoor terug is dan de grote vraag. Eens even kijken. We zitten op... Ja, dat zit vrijwel gelijk. Ik denk dat we geen nobel moeten kiezen. Of juist wel. Dan wordt mijn army iets goedkoper. Ik denk dat we... Even kijken. Nobility. Gain 10 loyalty. Closely lose 10. We moeten eigenlijk de burgers een beetje boos maken. Die hebben 50, dus die kunnen een dipje wel hebben. Dit zou dan op zich geen slechte keuze zijn, denk ik. Ik krijg wat devotion, maar ja, die zit al op max. Ja, ik zie hier nog niet echt het voordeel van. Volgens mij kunnen we gewoon een Martian Sun nemen. Ja, dat maakt de Cross natuurlijk wel kwaad. For a Noble. Relatie met Litouw gaat dan plus 50 omhoog. Ja, haalt ook niks uit. Lokale Noble dan maar. Oké. 5-2-2. Prima. Als het goed is, zijn we dan extra happy. Juist. En dan denk ik dat de lamp maintenance naar beneden gaat. En dan drukt de kosten weer een beetje verder. Embrace. Ja. Tak. Oké. Nou hebben we hem binnen. Back. Oh, en nou schiet hij terug naar 1000. Nou, dat is waarschijnlijk dat je niks verloren hebt, maar... Tekje omhoog. Tekje omhoog. En tekje omhoog. Perfect. Helemaal goed. En dan... Ja, die dingen hebben we nog steeds niet nodig. Hoe zit het dan met corruption? Die zit nog op 1. Dat is niet veel meer. Nog wel wat leningetjes lopen. We persen er nog maar eens eentje zo uit. Hop. En dat is 2. En dan zijn we van die ook af. En dat beetje extra wat we dan over hebben, kunnen we weer daarin pompen. Goed. Oké, we zijn weer in Great Power. Of juist niet. Volgens mij wel. Ja, we zijn 8e. Mooi. En dan is het denk ik ook gewoon tijd om eens wat te gaan doen. Hoe lang duurt dat nog voordat Austria me nou echt als maatje ziet? Brandenburg is no longer a valid rival. So be it. Ik wil gewoon Polen kunnen kiezen. Oh, die hebben natuurlijk al Polen, Litouwen en... Ja, misschien toch maar Novgorod dan. Ik weet het niet. Wie zijn jouw verdere... Ottomans, France, Venice. Ja, ik zie hier ook nog steeds een bondgenoot in. Maar ja, dat gaat natuurlijk nooit samen met Oostenrijk. Blijft lastig. We moeten misschien maar gewoon een keer de gok nemen en die oorlog verklaren. Ja, dat is ook easier said than done. Hier zie ik ook weer relatiemogelijkheden. Nu we geen rival meer van elkaar zijn. Zitten we ook heel dicht tegen elkaar aan, denk ik. Ja, natuurlijk nog wel Bohemen. Maar dat lost zich misschien nog wel op. We naderen het einde van deze aflevering. Sterker nog, de timer heeft al geklonken. Jij hebt een nieuwe general nodig. There you go. Even hier nog dit afwachten, dit gebeuren hier. Dat zijn precies die 2 van 80%. Na het leger terughalen en dan gaan we toch maar een keer de gok wagen. We moeten wel eigenlijk. Technologisch gaat het weer goed. We maken zelfs winst. We kunnen dus eventueel nog een rival kiezen. Maar ja, ik laat het toch een beetje afhangen van de volgende oorlog. Misschien is Novgorod wel een heel logisch volgend target. Als we dat namelijk doen, krijgen we Polen niet in deze oorlog erbij. De andere kant, in hoeverre kunnen we hier een claim maken? Ik denk het eigenlijk gewoon niet, want we zitten nergens aan ze vast.
En dan kunnen we natuurlijk wel een humiliate ward doen, maar dat levert verder niks op. Eens kijken of er toch nog een mogelijkheidje zit ergens. Goed. Nogmaals, bedankt voor het kijken. Heel graag tot de volgende keer en heel graag dus tot dan!